Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag iets doen wat ik al heel erg lang moet gaan doen, maar eigenlijk nooit tijd voor had. En dat is mijn kledingkast opruimen. Oh, ik vind het vreselijk om dit te doen, want ik ben echt heel slecht in kleding weggooien. Maar ik moet het echt even doen. Buiten dat ik echt mijn kledingkast moet uitzoeken om te kijken wat ik wel en niet draag, moet ik ook mijn kledingkast gewoon echt eventjes netjes maken. Want het is echt één grote bende in mijn kast. Eén groot drama. We zijn dus nu in mijn kamer in Tilburg en hier heb ik een deel van mijn kleding. Maar er ligt ook nog echt een intens groot deel bij mijn moeder thuis. Daar heb ik namelijk al mijn zomerkleding en nog winterkleding. Bovenop zolder ligt er allemaal kleding wat ik eigenlijk niet meer draag, maar dan toch bewaar. Omdat ik dan denk, ja, misschien dat ik het ooit nog wel leuk ga vinden. Dus dat is ook echt iets wat ik moet gaan opruimen. Dit is dus een deel van mijn kleding en ik heb daar in die kast ook nog kleding. En dat ga ik vandaag opruimen. Ik kan wel nu al verklappen dat waarschijnlijk van deze kleding niet heel veel weg wordt gedaan. Ja, eigenlijk bijna alles wat hier hangt, dat draag ik eigenlijk nog wel. Dus ik denk niet dat ik hier heel veel van ga wegdoen. Ik denk vooral dat ik van mijn kleding bij mijn moeder thuis heel veel weg ga doen en dat ik daar echt streng ga zijn. Maar hier wil ik het vooral even opruimen en ik ga alvast eventjes kleding uit mijn kast halen wat echt winters is. Want het is nu maart en het is nog koud buiten. Maar echt de dikke wintertruien en dat soort dingen, die kunnen in principe al wel naar mijn moeder. Dus hoe ga ik het doen? Ik ga per categorie, dus bijvoorbeeld broeken, shirts, truien, rokjes, etc. ga ik het allemaal voor me neerpleuren. En dan ga ik het eigenlijk gewoon verdelen in hier houden, mee naar huis nemen of wegdoen. Ik ben niet van plan om kleding te gaan verkopen. Tenzij ik echt iets heb waarvan ik denk, oh, dat is wel echt heel veel waard. En dat is leuk om aan jullie door te verkopen. Maar eigenlijk wil ik alle kleding die ik wegdoe gewoon naar de kringloop brengen. Of naar Goede Doel of iets in die trant. Weet je, laten we dit intro vooral niet langer maken. En gewoon gaan beginnen met het opruimen van mijn kledingkast. Oké, categorie 1, lange mouw t-shirts. Ik denk dat hier niet zo heel veel weg van gaat, maar we gaan het zien. Oké, als eerste deze vind ik heel leuk. Die ga ik sowieso houden. Dat doe ik aan die kant. Deze die heeft dus de tijd echt wel gehad. Het is super handig om zo'n shirt te hebben, maar dit ziet er gewoon echt niet meer uit, dus die gaat weg. Deze vind ik ook heel erg leuk. Die hou ik ook sowieso. Nou, deze heb ik net nieuw, dus die hou ik ook. Is van Brandy Melville. Is echt super leuk shirt. Nog eentje van de Brandy hou ik ook 100%. Ja, deze die gaat dus ook weg. Heel schattig streepje shirt, maar ik draag hem gewoon niet. De rest ga ik heel eventjes doorspoelen, want als ik alles langs moet gaan, dan zijn we echt nog eeuwen bezig met deze video. Dus ja, de rest spoel ik eventjes. Al zei, het grootste gedeelte hou ik. Dit is twijfelstapel, dus dat moet ik dan allemaal straks even gaan passen. En dit gaat weg. Het is tijd voor broeken. En hier heb ik zo geen zin in, want ik ben zo slecht in broeken wegdoen. Omdat ik hou gewoon heel erg van broeken. En ik ben altijd bang dat ik spijt krijg. Maar ik ga wel echt eventjes proberen om een beetje streng voor mezelf te zijn. Want ik moet gewoon echt even goed kijken van welke broeken draag ik nou echt. Want sommige liggen gewoon te verstoffen in de kast. En dat heeft ook niet zoveel zin. Dus ik zal eerst even sowieso die ik ga houden. Dat is natuurlijk mijn Levi's broek. Of course. Welke ik ook sowieso ga houden, dat is deze broek. Want die heb ik net nieuw van Zara. Even kijken hoor. Dan heb ik hier mijn flared broek. Die hou ik ook sowieso. En de rest moet ik eventjes gaan bekijken. Dingen op de twijfelstapel liggen en ik heb één broek weggedaan, dus er zit nog niet heel veel vooruitgang in, maar we gaan door. Next, hier zal ook een grote stapel van worden die zeg maar nu
naar huis gaat. Dat leg ik achter me neer. Deze ga ik wegdoen. Hij zit super lekker, maar elke keer als ik hem aan heb, dan vind ik hem eigenlijk niet echt leuk. Ah, denk ik. I don't know. Nee, ik ga hem wegdoen. Ja. Oeh. Ah, doet gewoon pijn. Deze hou ik sowieso, maar die gaat wel mee naar huis. Deze hou ik nog wel hier, want dit is gewoon een chille trui die over me past. Deze hou ik ook en die blijft ook hier. Deze houden, 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 houden. Nou jongens, gaat lekker. Ja, ik heb hier gewoon heel veel kleding die ik gewoon wel draag. Even een korte update van hoe het er nu aan toe gaat. Hier is mijn hele stapel van houden. Hier is mijn twijfelstapel. En dit is mijn stapeltje die weggaat. En dan heb ik hier achter me nog een stapel wat mee naar huis gaat. Nou ja, zoals je ziet hou ik het meeste. Maar ja, het zijn gewoon allemaal wel dingen die ik echt draag. Zoals ik al zei, ik denk dat het grootste gedeelte wat ik echt weg ga gooien thuis ligt. Ik ga trouwens ondertussen eventjes die stapel van alles wat, wat ik hou eventjes terug in mijn kast leggen. Zodat ik weer verder kan met de rest. De volgende ronde is rokjes en broeken. Zeg maar geen jeans, maar andere soorten broeken. Als eerste deze corduroy broek. Die hou ik. Dit rokje, ja, dit is al heel lang een favoriet rokje van mij. Dus die hou ik ook. Dit rokje gaat nu echt weg. Want ik draag hem gewoon niet. Ik vind hem niet mooi zitten. Ik vind hem niet lekker zitten. Dus die gaat weg. Deze broek, ja, die vind ik nog wel echt heel erg leuk. Alleen ik ga hem nu wel mee naar huis nemen. Want ik vind dit heel winters. En ja, in de zomer ga ik dit niet echt dragen. Deze kleuren. Ja, deze broek, die heeft ook wel echt zijn tijd gehad. Het was echt een hele leuke broek, maar het is het niet meer. Dus die gaat ook weg. Deze flared. Ja, het erge is, ik heb hem nog niet zo lang. Eigenlijk vind ik hem niet lekker zitten. Ik heb gewoon nog steeds niet de perfecte flared gevonden. Als in soft flared. Maar ik ga hem heel even op de twijfelstapel gooien. Ga ik hem straks even passen. En dan ga ik kiezen of ik hem hou of niet. Ja, deze die ga ik wegdoen. Ik heb namelijk twee met sterretjes. Ik heb deze en ik heb deze. Maar ik pak altijd deze. Deze doe ik eigenlijk nooit aan. Dus die gaat ook weg. Deze broek die hou ik ook sowieso. Dat is echt een fucking vette broek. Mijn stapel van wegdoen is toch best wel aan het groeien. Toch wel een flinke stapel. Ja, dit is gewoon drama. Oké, deze gaat sowieso bij twijfel. Ik vind dit een fantastisch jurkje, echt waar. Maar hij is zo kort. Ik ga hem op de twijfelstapel doen. Dit pakje is straks voor in de lente echt super leuk. Het is een broek met een blouse. Ik weet gewoon niet of ik de print heel erg leuk vind. Maar ik heb hem een keer aangehad en toen vond ik hem wel heel erg leuk. Hij is alleen voor nu gewoon nog niet echt chill. Maar voor in de lente straks wel. Een monkey spijkerpak. Die hou ik ook sowieso. Ik denk trouwens dat het beter is als ik dit eventjes door ga spoelen. Want anders gaat dit echt eeuwen duren. Want dit rek is zo mega groot. Dus ik ga eventjes gewoon er doorheen spoelen. Dus mijn hele party collectie. Dus eigenlijk alleen maar glitterdingen. En alles wat ik gebruik voor optredens en zo. En die hangt nu aan mijn rek. Maar het neemt heel veel ruimte in beslag. Dus ik ga straks de bovenste plank van mijn kast ook even opruimen. Daar ga ik dan al mijn glitterdingen en optreedkleding doen. Zodat ik daar aan mijn rek ook eventjes iets meer ruimte heb. Dit hou ik allemaal. Want dit is gewoon mijn liefde. Ja. Nou, mijn kamer is inmiddels één groot kleding. Walhalla. Overal ligt kleding. Het is vreselijk. Hier op mijn bed. Dit is de hele stapel die allemaal mee naar huis gaat. Dit zijn echt mijn meest winterse dingen. Die ik gewoon al lekker weg ga doen. Ik heb alsnog genoeg lekkere warme dingen hier. Dus dat komt helemaal goed. En kijk, dingen als kooltrui en zo, die hou ik nu nog wel. Want het is nu gewoon nog wel koud buiten. En dit, ja, draag ik gewoon echt heel veel. Ja, en dit is dus een beetje een nadeel van mij. Ik heb dus best wel veel jassen. Als in jasjes ook. En ik heb thuis van mijn moeder dus nog meer. Maar dit, ja, dit moet ik dus wel hier laten hangen. Want straks in de zomer en in de lente kan ik dit juist heel erg leuk gaan dragen. Want dan worden dit gewoon mijn buitenjassen. Dus ja, dit kan ik allemaal niet wegdoen.
Maar goed, ik heb dit deel nu nog om op te hangen. En dat moet allemaal opgehangen worden wat daar ligt. Dus dat moet goed komen. Oké, wat ik nu ga doen. Ik ga dit terug in mijn kast leggen. Dit gaat in die vuilniszak. Dat gaat mee naar huis. Ik ga alles gewoon opruimen. En de dingen die ik weg doe in een zak doen. En de dingen waar ik over twijfel ga ik allemaal passen. Dat ga ik denk ik wel even doen zonder de camera. Dus het is tijd om alles op te ruimen. Dit is hoe mijn kledingrek er uiteindelijk uitziet. Dan is dit nu mijn kledingkast. En hier heb ik ook nog. Dus ja. Very proud. Het is weer netjes. Aangekomen bij deel 2 van de video. Ik ben gisteravond thuisgekomen bij mama thuis. En ik ben al even op zolder geweest. Want ik heb even mijn zakken kleding daar neergezet. En toen keek ik om me heen. En toen dacht ik, oh mijn god. Ik ga het niet trekken om nog een heel groot deel van de video hieraan te besteden. Dus ik heb besloten. Ik ga het wel aan jullie laten zien. Het is ook heel interessant om te zien hoeveel kleding ik op dit moment heb. Maar ik ga dan eventjes met korte versnelvideo's laten zien wat ik allemaal doe. En dan geef ik jullie de uiteindelijke update van hoeveel ik nou uiteindelijk weg heb gedaan, hoeveel ik heb gehouden. Ik ga jullie sowieso nu heel eventjes een tour geven door mijn huis hier en mijn kleding. Laten we daarmee beginnen. Nou, hier is een stapeltje kleding wat ik vanuit Tilburg heb meegenomen. Dit heb ik gisteren al even uitgezocht en dit is gewoon nu kleding wat ik mee had genomen uit Tilburg. Dus dat hangt hier gewoon lekker. Dit is mijn bed. En mijn bed heeft 4 lades en daar zit kleding in. Nou, dit is het deel met sokken, onderbroeken en dat soort dingen. Die ga ik denk ik ook niet echt uitzoeken. Dat is prima. Dit is onze sport- en chill kledingla. Maar niet alleen van mij, maar ook van mijn moeder. Die wil ik eigenlijk ook gaan uitzoeken. Maar dat moet mama ook even doen. Want er zit ook kleding van mama in. Dus die laat ik nu ook even voor wat het is. Dan hebben we hier nog 2 lades. En die zitten eigenlijk vol met kleding wat ik niet meer in Tilburg wilde hebben. En zomerkleding. En in deze la zit ook nog zomerkleding. Dus ja. Nou, en dan is dit onze zolder. Het is een beetje een troep, maar ja. Het is eigenlijk ook gewoon echt een opbergzolder. Dus je moet niet zien als een zolder waarin we leven. We hebben hier dus nog heel veel kleding. Ja, het is echt niet normaal. Ik heb daar allemaal bakken met ook bikinis en zo. Dan heb ik hier nog een hele bak met truien die ik ga uitzoeken. Nou, daar hangen ook nog jassen. Dit is ook van mijn moeder hoor. Dit is niet allemaal van mij. Hier hangt nog een deel wat van mij is. En ja, het is nogal wat. Dus dit gaan we maar eens eventjes aanpakken vandaag. En ik ga beginnen met die lades daarachter. Ik ga alles gewoon op mijn bed pleuren en dan ga ik het opruimen. Dit gaat allemaal weg. Ik ben echt super trots. Ik heb zoveel weggedaan wat er al een eeuw hangt. Wat ik al eeuwen weg moet doen. Ik heb dit rek omgetoverd in mijn rek. Hier hangen winterkleding aan. Ook echt zomerkleding. Beneden in mijn kamer ligt ook zomerkleding. Maar ik laat dit gewoon hier hangen. Prima. En ik heb het lekker opgeruimd. En nu moet dit allemaal weg. Dus ja. En weer 2 vuilniszakken ingepakt. Yes! Ik heb uiteindelijk volgens mij zo'n 4 zakken weggedaan met kleding. En daar ben ik echt mega trots op. Dat had ik van tevoren echt niet verwacht. Dus echt super chill dat ik nu alles heb uitgezocht. Nu heb ik gewoon weer veel meer overzicht over mijn kleding. En dat is echt super chill. Nou, dit had ik natuurlijk al laten zien. Hier hebben we mijn rek met heel veel truien en dingen voor nu. Dus ja, maar dit hebben jullie al best wel gezien. Nou, dan heb ik nu in deze la heb ik vooral kleding die uit Tilburg ook mee is genomen en dat soort dingen. Dus het is echt wel een beetje wat ik nu draag allemaal. Dus dit gaat uiteindelijk voor een groot deel ook weer mee naar Tilburg.
En ja, ik kan deze la dus niet helemaal openschuiven, maar ik ga het proberen om te laten zien. Maar in deze la zit voor nu eigenlijk al mijn zomerkleding. En er hangt dus boven ook nog een paar jurkjes. Maar dit is eigenlijk wel het meeste van mijn zomerkleding. Dus ik ben echt best wel trots hoor dat ik dit allemaal in één la heb gekregen. Ja, dat betekent echt wel dat ik ontzettend veel heb weggedaan. Dus ik ben daar echt heel trots op. Ik heb daar dus mijn rokjes. Daar heb ik, even kijken hoor, nog shirts. Ik heb korte broeken, die zijn daar. Lange broeken. En heb ik hier nog allemaal hemdjes en topjes. En dit is een hele stapel met jurkjes. Dus ja, dat is dit. En dan ga ik bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn kledingkast heb opgeruimd. En ja, dan wil ik jullie vragen om op mij te abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat kan hier beneden. En ja, dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!